Vandaag gaan we iets doen wat erg leuk is. Ik heb het nog nooit gedaan. QC heeft het nog nooit gedaan. En ik denk dat er nog wel een paar mensen zijn die het nog nooit hebben gedaan. Vandaag hebben wij opnames met Negatief, Maliyupu, Defano, Tajula, ik en QC. En wij gaan naar Wipeout toe. En wij gaan gewoon hele leuke opnames maken daar. Ik moet snel zijn, want ik kom bijna te laat. QC komt om 11:30 bij zijn plein. Dan moet ik hem gaan ophalen. But first I gotta go take a shower. Even helemaal voorbereiden. En dan gaan we richting Wipeout. Oké, het is 10:30 en ik ben nog steeds niet omgekleed. Ik heb ook nog steeds niet gedoucht. Kleine mededeling. Een tijdje geleden hebben jullie in de vlog gezien dat wij voor Mediamarkt een kast hebben gebouwd. Samen met mijn vader en met mijn opa. Boom. Kijk eens. Mediamarkt kleren die liggen er nog steeds. Mediamarkt, ik denk dat het tijd wordt dat je eindelijk een keer je kledingkast gaat ordenen. Mevrouwtje. Ondertussen ga ik even wat doen. Ik ga douchen. Ik ga me omkleden. Ik heb een thermopak. Want het is best wel koud buiten, het regent ook. En we gaan naar de Wipeout. Wipeout word je nat. Nat word je ziek. Ziek. Ga je dood. Dus dat wil je niet hebben. Ik ga jullie straks mijn thermopak laten zien. Het is een soort van vrouwelijk. Maar toch niet. Van schaal van 1 tot 10. Hoe vrouwelijk is dit? Oké, kijk. Dit is een thermopak. Oké, het is zeg maar. Het plakt zeg maar op je. Op je been. Maar, dit maakt het iets mannelijker. Misschien moet ik de hele dag zo rondlopen. Hè? Volgens mij zijn jullie vergeten, Mattie. Boksen, Mattie. Is het iets mannelijker nu? I don't give a fuck, man. I don't give a fuck, man. Let's go. Ik heb net gedoucht. Ik ga me nu klaarmaken. I got my tights on. Ik ga even iets aantrekken van boven. En dan gaan we QC ophalen. So let's go. Plus, laatste dingetje nog over mijn thermopak. Alle grote atleten dragen het, ja. John Bones, Jones, McGregor. Ga maar alle vechters langs, bro. Voetballers dragen dit. I don't give a damn fuck. Mijn tas is ingepakt. Ik heb nog steeds Turkish Airlines erop. Maakt niet uit. Swag. Dan moet ik eerst QC zien te vinden. Ah, superster. Superster. Ondertussen moet ik even wat spullen pakken, want ik moet zo eventjes navigatie instellen en ik heb een mooie telefoon opladen. Broer, besef hoe ik eruit zie. Ja. Zeg maar, het lijkt alsof ik op hoe heet dat nou? Sportdag. Ja. Heet dat sportdag? Tering, hè. Hoe lang rijden? 76 kilometer, 51 minuten en geen file. Oké, 51 minuten. Let's go on a roadtrip, man! Ik heb al uitgelegd wat we gaan doen. Want wij gaan Wipeout doen. Ja. Ooit gedaan? Nee, alleen naar gekeken. Zin in? En dat was ik ook van plan om alleen naar te kijken, snap je? Ben je bang dat je iets gaat breken? Ja, dan komen er wel even wel wat kosten op Negatief als ik niet breek. Ja, maar dan moet je even uitrekenen, hè? Dan kan ik misschien 8 weken geen supergaande doen, ja. Zo, ja. Ja, dat gaat oplopen, hoor. Heb ik 8 weken geen partner, dus dat komt ook... Jij hebt, ook nog geld. Ja, tuurlijk. Ik breek mijn koude been. Maar misschien breek jij wel je been. Ja, laten we hopen dat niemand wat breekt. En, je weet wat het is. Denk dat we überhaupt kans maken om te winnen? Want ik zeg je eerlijk, man. Nee, wij zijn het zwakste team. Heb ik het ook al gezegd bij mijn vlog. Ja? Ik denk dat we weinig kans hebben. Of we moeten onderdelen hebben dat je mensen moet gaan smijten. Dan. Want die Tajula, dat smijt je toch een partijtje weg. Maliyupu lijkt me ook licht. Maar als ik Maliyupu ga gooien, dan is het. Raak me niet aan, brada! Raak me niet aan! Tot zover dit gesprek. We gaan rijden naar Zwoelen. Zwoelen. Zoenen. Zoenen? Ja. Zoenen. Zoenen. Voor de mensen die mij al een tijdje kennen, weet dat ik hier een keer ben geweest met BNN 101 TV. En toen gingen wij hier karaoke zingen met zo'n elektriciteitsding om je been. We zijn nog even aan het wachten op wat andere mensen. Het is momenteel precies 1 uur, we moesten hier ook om 1 uur zijn. En Negatief, Tajula, Defano, het is allemaal te laat. Ik wil niet zeggen dat ze te laat zijn, omdat ze blakka zijn, maar het komt wel in de buurt. Straks moeten wij, ik zie dat papieren liggen, dat we dingen moeten gaan ondertekenen. Om het feit dat als er iets gebeurt, dat niemand aansprakelijk is hier van Wipeout. Ben ik het niet helemaal mee eens, om eerlijk te zijn. Want iemand moet natuurlijk betalen als ik mijn arm breek. Of als QC een arm breekt. Wat ik best wel zie gebeuren. Negatief, trek die creditcard vast.
Want als QC valt, ga jij betalen. Ik weet dat je geld hebt daarbij, Spek. Ali is rijk en Ali is jouw vader. Wij gaan Nindo er helemaal leeg trekken. Ja, we gaan Nindo leeg trekken. Het is al eerder gebeurd. Nieuw Leven jullie... heeft ook een paar prijzen gewonnen, allemaal in leveren. Enge setting zie ik. Lekker. Van waar die budget, man? Ik. Je komt met gekke spullen, man. Nou, luister, als je luistert naar Ali B's 3 na laatste track, zei hij nou, opeens ben ik miljonair. Heb jij gebruik van gemaakt? Dankjewel. Dankjewel, Ali. Dankjewel, Ali. Doe alle twee even de pet af. Ja, dat is fucked up. Maar ik heb het geaccepteerd. Niet doen, niet doen. Niet doen, niet doen. Hou op. Hou op. Doe die pet weer op. Je bent geaccepteerd. Doe het nou. Rug naar af, want je hebt het niet nodig. Oké, ik doe hem af. Oké, daar. Oké, ga verder. Rustig gewoon stilstaan. Handen achter je rug. Yes. Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan dit doen. Draak niet zo aan. Ah, dat ook weer. Accepteer dat, bitch. Maar je hebt geen sixpack, man, bro. Maar dit mag als je 33 bent. Mag dit? Ik ben dik, man. Ooit was je nog in shape en shit. Ja, man, ik leef goed, toch? Je weet toch? Elke dag nog salissie. Oh, handig, hè? Onhandige QC en zo, jongens. Pas op voor de camera's. Ga ik dit voor je oppakken, jongen? Veel stress? Tuurlijk niet. Ga dan niet doen alsof QC stress heeft. Gee, we zijn een team, hè? We gaan kapot maken. Wij zijn een team, je mag niet stressen, man. Ik stress me niet, man, broer. Hij is oud, kom op. Hij is steeds op mijn lik, kom op, man. Hij is zelfs jury geweest bij mijn battles, 5 jaar geleden. Ik heb deze man bijna op de grond laten liggen, van lang. Ah. Wist je nog? Ik had Chalam helemaal kapot, maar die Pokémon plaatjes en zo. Ik weet niet meer, man. Ik wil kijken terug. Ik kan het wel erin knippen of zoiets. Maar was het niet goed genoeg? Toen viel die. Hij viel op de grond alles, hoor. Maar zeg maar, ben jij de oudste bij het label van Spek? Of? Sowieso. Wat? Ik weet niet, ik zit te denken, is Ali is ouder dan nee. Wat was die leeftijdslimiet zeg maar, bij New Wave? Ik weet het niet, man. Waarom kwam je er niet in, zeg maar? Nou, ik weet het, man. Ik denk dat de leeftijdslimiet 28 was, man. Ja? Hoe zwaar weeg jij? Ik 153. Hey. 3 keer raden wat hij nooit doet wanneer hij een chick neukt. Bovenop liggen! Ik ben ook niet meer met je rug, hoor. Dus dit? Ook niet. Durf je niet, hè? Kijk maar vols, elke dag in de gym. Voor wat? Wat doe je daar, nigger? Voor wat? Man. Wat doe je? Je doet niks. Je doet niks in die kut gym. Je loopt hier met je rug uit. Hé, hey, 3 keer zwaar, maar dat is even zwaar als een buik. Z'n rug thuis! Maar weet je wat dit van nigger? Zijn kracht is, zeg maar. Zelf zo hard om die grap lachen dat het ineens leuk lijkt. Oké, maar kijk, weet je wat? Ik moet wel lachen, anders is het pijnlijk. Want ik weet zeker dat de mensen kijken. Man. Nega is echt vals, man. Zomaar loopt die dikke. Die kerel door die nieuwe generatie toch? Zomaar loopt die dikke jongen te pesten, man. Het is niet lief. Dikke mensen hebben ook gevoelens. Niet omdat zijn buik hangt over zijn tolies in die aarde. Dat is fire, man. Dat is fire, man. Ik weet het, man. Ik ben oud! Ik ben oud. Jij moet vijf jaar een kusknie, man. Dat kan. En misschien ben jij over een half jaar dood. Dat kan door je overgewicht. Wij niet gewoon nieuwe 15-jarige jongens scout om een poepoe mee te maken en zo. Heb ik gedaan. Het is Male Yupu. Male Yupu rapt ook. En wat is het verschil tussen jou en Male Yupu? Male Yupu is niet dik. Hij vindt het leuk, hè? Weet je zijn mixtape heet? Ik ga dik. Weet je wat ook nek als een kracht is? Zeg maar, door alles heen praten, zodat je niks meer tegen hem kan zeggen. Maar zeg maar. Wat zijn laatste hit in 2006 was, broer. Ik heb nooit een... Ik ga je nog wat vertellen. Ik heb nog nooit een echte hit gehad. Ik heb wel dingen gedaan waar ik spijt van. Nee, dat was geen hit. Dat is wat in de top 20 geweest. Heb je geen die je hebt gemaakt? Nee. Maar wat ik ook nog nooit heb gehad, is zo'n vieze, dikke buik, joh. Nog nooit gehad. Nooit. Nee. Dit is mijn max. Dit is het. Oh, jongens. Ja, jongens, ik kom er even tussen, hoor. Dit loopt uit de hand, man. Dit gaat te ver, man. Ja, vet. Dit gaat ver, man, bro. Wow, ik heb echt kaakpijn gekregen van het lachen. Kunnen we eindelijk beginnen? Ik weet het niet of Fatboy nog wat te zeggen heeft hier, hoor. Fatboy, non slim. Yo, je kaak is al voorbij nu proberen. Maakt niet uit, ik doe niks, ik red niet meer, je fat bastard. Je moet super gaan met komen om je kanaal te redden. Hé, jongen. Nee, jullie zijn allemaal uitgenodigd, vandaar niet uit. Man, dat gaat een lange dag worden, jongens. Een hele lange dag. We hebben een hele lange, vermoeiende dag. Maar hij mag lullen wat hij wil. Zometeen gaan we Fatboys zien rennen en dan is mijn dag weer helemaal goed. Ja. Dat is een van mijn hobby's, hè? Dikke mensen zien rennen. Weet je wat grappig is aan dikke mensen wanneer ze rennen? Huh? Vet, wat schut!
duidelijk. Dikke mensen hebben het eerlijk, eerlijk, hè? Alle grappen bestaan. Heb je wel eens op een chick gelegd? Tuurlijk, man, broer. Maar hoe gaat dat in zijn leven? Leeft ze nog? Broer. Maar hoe doet het? Les, ga je dan liggen? Zij gaat liggen. Zij gaat liggen. Ga je dan echt. Hoe doe je dat? Ga je dan echt zo? Op de liggen? Of doe je nog een beetje zo met je handen dat je denkt van oké. Okay. Of ga je gewoon zo van ja, I got this. Of je doet deze, hè? Eerlijk. Is maar een stek. Je bent nu 20 kilo afgevallen, toch? 23, man. Dat wil je wel duidelijk. Oké, okay, 3 hey, kilo. Hey. Ja, dat is heel veel. Hey, 23 in totaal. Ja, oké. Okay. Maar luister. Okay, hoeveel futurings ben je nu geweest? Nee, niet lullen. We gaan zo meteen over futurings. Futurings maakt niet uit. Ik heb mijn eigen label. Iedereen fokt er met mij. Maar luister. Je gaat Ali hem weer redden? Ja, wat doe je? Huh? Wat? Ja, je wil er onderuit komen. Hey, kijk dan. Op Michelangelo, yo, fat boy. Michelangelo heeft gearbazen. Ga je het aantrekken? Okay, okay. Kan niet! Hij wil vlam heel de dag, hè? Kan niet! Kusie, step your game up, man. Come on. Zit je als je in de midlife crisis zit, toch? Hij wil het niet. Je wil het starten, ik maak het af. Ik heb zin in. Ik heb er sowieso zin in. Lekker nat worden tussen allemaal boys? Nee, kijk joh. Ramadan, hè. Zoals je kan zien is Stefano erg enthousiast. Ik ben super enthousiast, man. Ik heb er echt super zin in. Ja. Ik heb heel weinig geslapen. Echt? Ik stond te veel gewiept. Ik ben even aan het filmen, kan je even, hè? Dankjewel. Ik heb veel gewiept, dat is grappig, want ik ging er geen idee. Maak zelf toch ook filmpjes. Weet je hoe het gaat, nog een beetje rustig gaan. Dankjewel, Stefano. Wat vind je hiervan? Dat negatief zo high class opeens is? Of je even stil kon zijn. Super raar. Oké, kunnen we het doen? Maar je wilt toch niet. Is die veranderd op je? Ja, man. Nee, maar dat is zeg, hij is nog niet eens bezig. Hij is nog niet eens bezig. Hij tript, man. Hij tript. Hij neemt niet eens op. Voor mijn vlog, laat mensen welkom bij een nieuwe Negas. Givi. Oké, dan. En zie je dat logo? Ja. Lekker. Voor mijn vlog, laat mensen welkom bij een nieuwe Negas. Givi. Opletten. Ja, ik let op je. Hey, kennen jullie negatief? Ga je dit nou echt doen? Die was echt laag. Ja, jongen. Nee, ik ben klaar met jou. Ah, kom. Die moet je wel hebben, kom. Ik doe eentje. De kinderen zijn 3. De kinderen zijn, hoe moeten ze weten wie ik ben? Ik ga vroeger. Maar waarschijnlijk kennen ze. Waarschijnlijk kennen ze mij ook niet, joh. Laat het. Nee, nu niet opeens dat zeggen. Is toch zo? Nee, niet opeens dat zeggen. Mij kennen ze ook niet. Ja, maar mij kennen ze ook niet. Besef, onze benen is gewoon dezelfde kleur. Heerlijk. Hoe ziek. We gaan nu dit doen. Dit gaat hartstikke fout. Ik heb er geen zin in. Maar we gaan het toch doen. Jij bent toch die kickboxer? Goed zo. Opeens is het niet meer zo moeilijk, hè? Nee, hè? En dit daar is je Ramadan. Trots op jou, jongen. Fuck! Eén keer. Ik wil die wel fijn. Gaan we een eentje uitdoen voor hem? Nee! Even kijken! Wat doe je? Dit is fucked up. Ik ga even kijken! Gefeliciteerd, man. Met wat? Bro, deze man zit in de finale omdat het zijn vlog is. We hebben hem gewoon gegund. Het is fire, toch? Je bent in je eigen vlog kom je in de finale. Dus we hebben hem gewoon gegund. Dit doet me echt pijn. Want als ik verlies, verlies ik altijd als een motherfucking man. Nu ben ik verder dan jij, bitch. En nu, fuck jou. Broer. Maar wacht, ga je weet je, fuck wie helemaal? Fuck hem. Zie je hem daar, bitch? Bitch ass nigger even overgeven. Ja, dit zit hier niet in zo'n fucking vlogs. Alleen maar als het goed gaat. Jullie hier als een fucking ijskoude man staat. Fucking. Wat? Alleen als ik een flamboy zet. Fuck jou ook, fat boy. Ja, zit daar. Fuck jullie van het weer, man. Ja, nu haat je mij. Nu weer carrière. Half diep adem, bitch. Look at that nigga, man. Dit is gewoon spelen met elkaar. No homo, je weet het. Maar hij maakt gewoon over dat ik dik ben, wat klopt. Je lijkt echt op een Downie met die helm, man. Ja, lekker man, ja. Lekker man, ja.
Zei ik, ze ziet echt sterk. Stel je voor, ik heb K. Dus ik was de hele week aan het stressen. Toen ging ik naar de dokter. Zei de dokter, hé, dat is een vetbult. Toen zei ik, moet het weg. Ik weet toch wanneer ik met mijn meid, lig en ik zeg, hé, schat, heb je zin? En... I know. Maar maak maar. Dat is ook gewoon voor je huiskamer, het licht en zo. Het licht kan je daarmee uitzetten. Doe je het dus uit? Nee. Oké, dan. Nee, dat doe ik niet. Ik vind jou geen extra vies. Ik heb nog nooit zoiets vies in mijn leven gezien. Nee, man. Fuck jou. Zag jullie het niet? What the fuck? Het was leuk. We hebben heel veel trash talk gegooid. We hebben elkaar helemaal verbaal kapot gemaakt. Net klaar. We zijn in de kleedkamer nu. En ik ben helemaal gesloopt. Wacht maar, ik heb Ramadan en ik zit in mijn. Ja, kijk, ik heb een soortje. Dat is wel lof, man. Jullie gaan straks allemaal drankje doen en wat eten. Maar hé, hey, jij bent cool. Maar die bitch nigger hier, bitch ass nigger, opgeef ass nigger, nigga in Robinson ass nigger. Dus, deze spiegel is taal te smooth, man. Shout out naar deze spiegeltje. Kijk deze jongen, kijk hem. Kijk, weet je wat het is? Maar ik gun je, wallah, ik gun je. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Vandaag ziet mijn body er goed uit. Ik weet niet hoe dat zo komt, maar vandaag zie ik er gespannen uit. Ik zie er. Maar je hebt getraind gisteren, of wat? Ja, man. Lekker, man. We training every day, man. Je dacht, op een dag keek ik naar mezelf. Ik dacht, Defano, ik wil je niet meer zo dun zien. Hey. Ik wil je niet meer als Jula zien. Ik was als Jula ooit. Snap je, man? Yeah. En ik was dat zat. Dus ik kan zo worden, is het mogelijk? Ja, man. Jij kan, ja, dat kan, man. En ik ben, this is not even my final form. Oh, lekker bullshit. You gotta transform. Oké, netjes. In ieder geval, jongens. Besef hoe gay dit eruit gaat. Dit kan eigenlijk echt niet. In ieder geval, ik zeg ook we gaan douchen. Dit kan niet, ik ga gewoon stoppen. Fuck deze vlog.